Gaston Salaziwa, ja, ik denk dat jij hier met gemengde gevoelens staat na deze 1-3 overwinning hier in Den Bosch. Ja, zeker. Dat is een goede overwinning. 3-1, maar ja, toch ja, zuur natuurlijk dat ik eraf ben gegaan met de rode kaart. Wat overigens ja, een stomme fout van mij was. Ja, wat gebeurde er in de 85e minuut? Je had al geel. Ja, klopt. Ik had al geel. Ik had de bal. Ik kon Arsenio vrij wegspelen en de bal werd ja, van me weggepikt. En ja, eigenlijk uit de reactie draaide ik hem om en haalde ik hem neer. Ja. Schrok je er zelf van? Ja, eigenlijk wel, ja. Wat is dat dan, een vlaag van verstandsverbijstering of zo? Ja, ik weet het niet. Dat is een reactie, een foute reactie. Laat het daarbij houden. Ja. En zo onnodig, hè? Want je leidt met 1-3 in de 85e minuut. Ja, heel onnodig. Nou, daarin benadeel je het team ook. Laatste in de slotfase. En kan alleen maar zeggen dat het een hele stomme fout van mij was. Want het was een pittige overtreding. Wat denk je, wat voor schorsing jou dit gaat opleveren? Ik heb geen idee, maar we gaan het afwachten. Ja. Zuur, want je mist hoogstwaarschijnlijk volgende week dan gewoon die hele belangrijke pot tegen NEC. Ja, heel zuur. Wat kan ik ervan zeggen? Het is een stomme fout en benadeel mijn team en mezelf ermee. Dus, Nou ja, los van jouw rode kaart, wel een mooi begin van 2018, want op die overwinning viel niet zoveel af te dingen. Nee, klopt. We komen best wel snel 1-0 achter, maar je ziet dat het team goed erop reageert en we komen al snel op 1-1 en eigenlijk daarna zijn we helemaal niet in problemen gekomen. Dus goede overwinning.